Het stadsbestuur denkt dat in Groningen op grote schaal gefraudeerd wordt met verkeerde energieindexen. Een hogere energieindex levert ook een hogere huur op. Het energielabel is een van de gronden waarop de hoogte van de huur wordt gebaseerd. Het stadsbestuur wil daarom een proef om misbruik rondom de energieindexen te onderzoeken. De hulp van het Rijk is daarmee nodig, want die registreert de energielabels. Aangetoond is door een aantal journalisten, en daar zijn ook vragen over gesteld door een aantal raadsfracties, is dat het in Groningen door een aantal partijen, een aantal verhuurders gebeurt. Dat is zeer ernstig, daar moeten we ook wat aan doen. Het is wel zo dat we als gemeente daar zelf nou niet 1, 2, 3 de middelen voor hebben om daar wat aan te doen. We zijn erg afhankelijk van het Rijk. Gelukkig is het ook zo dat het Rijk dit probleem ziet. Het is ook aangekaart in de Tweede Kamer. En wij hopen in Groningen een soort pilot te kunnen vormen samen met andere gemeenten om dit aan te kunnen pakken. Sinds een jaar kent de gemeente een zogenaamde verhuurdersvergunning. Die verhuurdersvergunning die we hebben sinds vorig jaar, die hebben we in 2019 ingeregeld. Die biedt ons de mogelijkheid om vergunningen van verhuurders in te trekken wanneer ze, ja, zoals het heet, slecht verhuurgedrag vertonen. Als hier echt sprake is van fraude, en dat kan aangetoond worden, dat zal nog moeten gebeuren, ja, dan kunnen we wel degelijk ook met die verhuurdersvergunning daar maatregelen mee nemen. De gemeente heeft een meldpunt voor klachten over verhuurders. Wij krijgen natuurlijk allerlei meldingen binnen die te maken hebben met slecht verhuurdersgedrag. Rond energieindexen, maar ook intimidatie of vragen over huur of te hoge huur. We hebben zeker enkele tientallen meldingen binnen gehad de afgelopen jaren. Maar ons idee is wel, wij hebben wel dat er toch heel veel mensen, studenten met name, niet melden. En mijn oproep zal toch zijn, meld alles. Daar hebben we wat aan en daar wordt onze huurmarkt alleen maar gezonder van. Dus als je het idee hebt, ik word niet goed behandeld, meld dat bij het meldpunt. Wat er ook is. En dan kunnen wij er ook uiteindelijk wat mee doen. Heeft u een paar verhuurders op het oog? Nou, ik ga natuurlijk geen namen noemen van verhuurders die wij specifiek op het oog hebben. Maar u kunt ervan op aan dat op het moment dat bepaalde verhuurders heel vaak worden genoemd, dat we die met extra aandacht zullen volgen.